De snelwegen slippen dicht en zo raken we geïsoleerd. Dat is wat burgemeester Marcouch gisteravond in zijn toespraak heeft gezegd. Dus er moet een oplossing komen. Hij pleit er onder andere voor dat de ICE weer in Arnhem stopt en het woord tolwegen is weer gevallen. Wij gaan in Den Haag praten als brugman voor een bereikbaar en toegankelijk Arnhem, zodat mensen als u en ik elkaar welkom kunnen heten. Maar hoe denken de mensen die Arnhem moeten bereiken er eigenlijk over? Ik zat net te zeggen, hoe kom je daar nou? Dat zegt eigenlijk al dat ik het helemaal niet prettig vind zoals het hier te bereiken is. Je rijdt allemaal om en dan kom je van Oosterbeek daar. Ik vind het niet fijn. Bent u hier met de auto? Ja. Wat vindt u van de bereikbaarheid als u de stad inkomt? Wat vind jij? Ja, ga goed. Goed, ik ben hier nooit geweest met de auto. Op de snelwegen ging ook allemaal goed, kom je gewoon makkelijk in? Ja. Met het openbaar vervoer. Gaat het goed? Ja, ik vind het van wel. Als je ziet hoeveel bussen hier hebt en hoeveel taxis hier altijd rijden en zo, is dat best wel bereikbaar, vind ik. Ja, en vanuit een andere stad, bijvoorbeeld over de snelweg? Ja, ik ga vaak vanuit Apeldoorn naar Arnhem. En dat is op zich, elk kwartier gaat nu een bus, elke 10 minuten soms al. En meestal elke half uur, dus dat is op zich best wel oké. Rijdt u wel eens over de snelwegen Arnhem in? En wat vindt u ervan? Beter dan eerst. Beter dan vroeger, ja. Ik weet niet wat ze hebben veranderd, maar... Ik denk ook dat meer mensen nu het openbaar vervoer gebruiken in plaats van met de auto te gaan. Ja. Het is wel makkelijker te bereiken nu alles. Rijdt u eens op de snelweg Arnhem in? Nee, eigenlijk niet. Nee, altijd met openbaar vervoer? Ja, altijd met OV, ja. Oh, ja. Oké, en dat vindt u goed gaan, treinrijden genoeg? Ja, treinrijden had ik altijd goed, meestal om het half uur zo, dus dat is altijd wel prettig. Ook wel eens gehad dat het echt veel te druk was in de trein? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Vind ik eigenlijk qua drukte. De burgemeester heeft het erover dat het veel te druk is, vooral in de spits. Dus ze heeft het bijvoorbeeld ook over tolwegen die ze in willen voeren, dat mensen tijdens de spits moeten betalen om er te rijden. Wat vindt u daarvan? Ja, want het zegt ze al 10 jaar lang. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee. Ik denk niet. Ja, wat ik ervan vind, ja, het gebeurt overal in Europa. Nu in Oostenrijk heb je, in Duitsland heb je. Het kan wel. Misschien is het beter om dat in te voeren. Maar ik denk niet dat het gaat komen. Ja. Komt u wel eens met de auto Arnhem in? Nee, niet met de auto, nee. Nee, alleen openbaar vervoer? Alleen openbaar vervoer, ja. Okay, en dat gaat gewoon goed? Ja, het gaat gewoon goed, ja. U gaat niet met de auto? Nee, ga ik nooit met de auto. Nee, uit principe niet. Nee. Uit principe? Uit principe, ja. Nou, omdat je beter gewoon met openbaar vervoer kan gaan, want er zit toch iedereen, dat rijdt altijd. Ja. En als ik zelf met de auto ga, dat is zonde, vind ik.